300 kinderen uit Roermond en omgeving konden vandaag voelen hoe het is om over een rode loper te lopen. Want hier ging hun film in première. 4, 3, 2, 1. En de films gaan allemaal over mensenrechten. Iets dat natuurlijk deze week heel actueel is. Dus jullie mogen niet binnen in het restaurant. En een restaurant is toch voor iedereen? Ja. Nou, dan gaan we nu dit even oplossen. Deze film ging bijvoorbeeld over een restaurant waar mannen niet welkom zijn. Je mag eigenlijk niet binnen. Nee. Hoe kwam je dan binnen? Om te verkleden. Tante, doei! Met de hulp van politie mochten de jongens toch gaan eten. Zo, ik heb zin in een lekkere maaltijd. Was dat leuk? Ja. Was wel moeilijk. Ze hebben eigenlijk de verhalen zelf bedacht, maar uiteindelijk filmtechnisch heb ik er een script van gemaakt. En dat zijn we in een ochtend of een middag gaan filmen. De moeilijkste taak had de jury, want die moest uit al die inzendingen de winnaar kiezen. Raakt het mij? Moet ik lachen of moet ik een beetje huilen? Word ik verdrietig of vind ik het eng? En als dat gelukt is, dan vind ik het toch wel, gelukt. En veel films doen dat wel, vind ik. Sommige films zijn echt zielig. Ik kan echt niet meer, alsjeblieft. Laat me stoppen. Doe het, of anders krijg je een pakslag. Over kinderen wat in de mijn moeten werken. Maar het is ook voor die kinderen te laten beseffen dat dit in het echt ook voorkomt. Ja, want hier hebben alle kinderen het eigenlijk al goed, maar daar niet. Ik wil heel graag wat eten. Kom maar ieder 5 cent bepalen. En met je ziet dat echt die kinderen zwoegen in een soort mijn, dat hebben ze heel slim opgelost. En heel snel denk je echt dat je daar bent, dat je in India bent in een of andere fabriek. Dat werkt heel goed, dat is heel echt wat je zegt. Dat vind ik heel knap gedaan, ja. Nee, we willen hier weg. Hier zorgen kinderen, wij komen jullie redden. Want wij zijn van het Rode Kruis.